loopvoorjehart.nl wordt mede mogelijk gemaakt door Sallant Verzekeringen. 14 april. De Sallant Verzekeringen IJsselloop. Doe mee en loop voor je hart. Voor de 8e keer wordt deze loop gehouden in de binnenstad van Deventer. Startpunt, de Boreel Deventer. Eindpunt, de Brink in Deventer. Kijk mee naar het programma waar je meer te weten gaat komen over hoe loop je het beste hard, welke kleding moet je dragen en hoe bereid je je voor. Dit is loopvoorjehart.nl. Welkom bij aflevering 4 van loopvoorjehart.nl. We zijn vandaag bij Telstar Sports & Fashion, waar we Michel gaan ondervragen. Wat is nou het beste om aan te trekken? Welke schoen moet je aan? Welke sokken? En welke kleding? En we praten ook nog even verder met Edwin Voortman, de loper die namens Sallant Verzekeringen natuurlijk de afgelopen afleveringen in beeld is geweest. Welkom. Het wordt nu wel heel erg zwaar. Wat trek je nou aan als je gaat hardlopen tijdens de IJsselloop die op 14 april wordt gehouden? Naast mij staat Michel Brands van Telstar Sports & Fashion. En Michel gaat ons meer vertellen over het soort schoenen, maar ook natuurlijk over de kleding. Michel, het wordt mooi weer. Het kan ook slecht weer worden, maar het wordt mooi weer. Wat trek je dan zoal aan? Nou, we gaan ervan uit dat het mooi weer wordt. Dat is de laatste jaren ook zo gebleven, dat het echt mooi weer is. Dus ja, wat trek je aan? Goede schoenen is natuurlijk het verreweg het belangrijkste van allemaal. Maar daaroverheen, zeker om de lichaamswarmte te kunnen afvoeren, luchtige kleding die niet schuurt. Goede naadloze sokken zijn erg belangrijk om te voorkomen dat je niet gaat, dat je geen wrijving krijgt in de schoenen tijdens het lopen. Daarmee voorkom je blaren. Maar loszittende, luchtige kleding om goed je lichaamswarmte te kunnen afvoeren, dat is echt het belangrijkste van allemaal. Maar waarom zie ik dan altijd lopers met de te strakke broeken aan en de te strakke shirtjes aan? Ja, broeken is een apart verhaal. Broeken, je ziet een tendens naar wat loszittende broeken. Maar daar zijn de naden beter van afgewerkt dan dat men in het verleden deed. Dus strak zittende, elastische broeken, zeg maar, die schuurden eigenlijk het minst over de bovenbenen. Veel meer dan de loszittende broeken die we gewend zijn. Laat ons eens even wat zien, Michel. Dat is goed. Het shirt. Wat kun je ons daarover vertellen, Michel? Het is belangrijk dat het een technisch shirt is. Een technisch shirt is gemaakt van 100% polyester en ademt. Katoenen shirtjes, alle katoenen kleding, houdt vocht vast en ademt daarmee niet. En het is essentieel om de warmte tijdens het lopen goed kwijt te kunnen dat het een ademend shirt is. De broek. Er zijn twee modellen, de strakke en de wijde. En de voorkeur is erg persoonsafhankelijk. De ene vindt een strakke broek vindt hij gewoon heel fijn en de andere een losse. Als het maar ademend materiaal betreft, dat is verreweg het belangrijkste. De sokken. De sokken. Naadloze sokken van Valken zijn verreweg de beste hardloopsokken die je kunt dragen. Naadloos omdat er geen ribbels zitten in de sok zelf, waardoor je geen schuring hebt in de schoen tijdens het hardlopen. Verder zijn ze ergonomisch gevormd, waardoor ze echt lekker strak om die voet heen zitten. En dus eigenlijk gewoon een steun zijn voor de voet en ook nog bijdragen aan een stukje demping. De schoen. De schoen. Bij de schoen letten we altijd op twee dingen. Dat is de stabiliteit van de schoen en de demping. De demping zit hem in de witte laag en is eigenlijk bij heel veel hardloopschoenen wel voldoende. Het grote verschil in de hardloopschoenen zit hem in de stabiliteit. De stabiliteit wordt vooral bepaald door de kracht van de brug. Die bepaalt of een schoen geschikt is voor iemand of niet. Daarnaast is het de hielkap die zorgt voor de rechte voorwaartse beweging in plaats van dat die schoen doorzakt en daarmee knieproblemen oplevert. Hoe moeten de schoenen gestrikt worden? Niet te los en niet te strak. Tijdens het hardlopen kan de voet tot een halve centimeter groter worden. Dat betekent ook dat de veters wat ruimte moeten hebben om mee te kunnen gaan met die groei van de voet. Maar te los gestrikte schoenen zorgen ervoor dat de voet gaat schuiven in de schoen. En dat zorgt weer voor blaren. En dat willen we niet. Kijk eens, Edwin. Alsjeblieft, probeer deze eerst maar eens aan. Dan gaan we gewoon eerst even de maat passen. Goed idee.
Ga ik eens even kijken of de maat goed is. Ik ga met name om de breedte en natuurlijk om de lengte. Hier. Je hebt verschillende in de lengte van de voet, voel ik. Deze kant is wat groter dan deze kant. Heb jij je al aangemeld als deelnemer? Promoot dan jouw unieke Loop voor je Hart pagina via Facebook, Twitter en e-mail. Verzamel zo de meeste hartjes en maak kans op een uniek shirt. Na afloop is er een speciale huldiging van de deelnemers met de meeste hartjes. Als hartjesgever klik je op het hartje om jouw favoriete deelnemer een hart onder de riem te steken. Geef jij de meeste hartjes, dan win je ook een mooie prijs. Ga naar loopvoorjehart.nl en doe mee. En vergeet de Hartstichting niet. Ik heb Edwin zojuist een andere schoen gegeven, omdat hij aangaf dat de groene schoen niet stabiel genoeg was. Deze schoen die biedt duidelijk wat meer stabiliteit onder de voet. Hij pakt de voet als het ware in het midden vast en stuurt de voet recht vooruit. Daarmee voorkom je dat de voet naar binnen toe klapt tijdens de landing. Ja, dat willen we ook voorkomen, omdat dat laatste echt knieblessures geeft. Edwin is nu helemaal omgetoverd tot de perfecte ijzerloper. En Edwin heeft in ieder geval in de eerste uitzending gezegd dat hij 10 kilometer gaat lopen. Maar Edwin, in hoeveel minuten? Nou, het streven is 55, 56 minuten om dan de 10 kilometer uit te lopen. Voor het donker thuis in ieder geval. We gaan het zien. Succes. Dankjewel, want ik ben er helemaal klaar voor de 8e ijzerloop op 14 april. En ik hoop jij ook. Tot 14 april en bedankt voor het kijken. En tot zover loopvoorjehart.nl aflevering 4. Tevens ook de laatste. We hopen dat we je een beetje op weg hebben geholpen met de voorbereidingen voor de ijzerloop die op 14 april wordt gelopen in de binnenstad van Deventer. Graag tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.